Ik wil u allen namens de regering, namens de First Lady, feliciteren met deze Eid al-Fitr vandaag. Weerna, zoals de voorzitter net gezegd heeft, na ruim 3 jaar, dat we weer op deze wijze kunnen vieren. Ik ben bijzonder blij dat ik dat als president ook hier mag bijwonen. Dat is het moment van reflectie. Terugkijken. En dan zie ik dat u gevast heeft. Ik ben naar verschillende moskeeën gegaan. Ik heb ook iftar gehouden op het paleis. En ik heb zelf mogen ervaren hoe je bidt. Hoe je voor jezelf bidt, voor je familie bidt, voor het land Suriname bidt, ook voor het volk van Suriname bidt. We hebben gelukkig heel hard gebeden, ondanks het feit dat heel wat gebedshuizen gesloten waren. Maar onze harten waren wel open voor onze Schepper. En we hebben gebeden en gebeden en gelukkig zien we dat we de COVID-situatie onder controle hebben. Waar nog in vele landen er een lockdown is. Waar in vele landen nog miljoenen mensen opgesloten zijn. Tegen verdere besmetting en verspreiding van het COVID-virus. Hebben wij onze vrijheden terug. En moeten onze Schepper dankbaar zijn. Dat dit allemaal mogelijk is. In Suriname. Ik zit al wat langer dan 1,5 jaar als president met mijn regering. En ook wij bidden elke dag. En ik weet dat in alle gebedshuizen er ook gebeden wordt voor de regering. En zie daar, na 1,5 jaar, hebben we onze financiële-economische crisis al onder controle. Amen. En zo gaan we door in gebed. Ja, u heeft offers gebracht, ja. Het volk heeft offers gebracht door die maatregelen om onze economie weer gezond te maken. Maar dat is ook wat onze Schepper van ons verwacht in moeilijke tijden. Offers te brengen. En soms niet alleen voor jezelf te bidden, maar voor een ander te bidden. Voor de minder bedeelden. Voor de mensen die ziek zijn. Voor de mensen die in crisis zijn. En ook met gebed en hard werken zullen we verder werken aan de stabiliteit en de groei van ons land. Broeders en zusters, we vieren vandaag Eid al-Fitr. Miljoenen moslimbroeders en zusters. En wij doen dat hier in Suriname met ons allen. Een nationale feestdag. Dat iedereen hier langs rijdt en zegt, kijkt u hier, is bijna een wereldwonder. Een moskee naast een synagoge. Dat is ook zo. Maar de vraag is, weet men wat er daar binnen gebeurt? Dat is wat we moeten doen. Uitleggen. Elkaars geloof. Je gaat daardoor respect krijgen. Je gaat daardoor ook meer waardering krijgen. Je gaat daardoor ook veel begrip krijgen. Je gaat daardoor ook eenheid krijgen. En je gaat daardoor ook versterking van onze natie krijgen. Lieve broeders en zusters. Een gezegende Eid allemaal toegewenst. En laat het zo zijn. Dat uw gebeden allemaal zullen leiden naar hechtere eenheid in de samenleving. Vreedzaamheid in de samenleving. Offervaardigheid. Nog sterker geloof in onze Schepper. Maar dat u uw gebeden ook mag leiden tot welzijn en welvaart voor de totale samenleving. Allen een Eid Mubarak, toegewenst.
vieren Eid, dat is na een hele maand vasten, een hele maand bezinning, een hele maand gebed. En natuurlijk gaat gebed en al dat maar door. Het vasten misschien niet, maar het was onderdeel om eigenlijk je weerbaarheid te bevorderen, je gedachten, je denken eigenlijk te kalmeren en te focussen. Dus ik hoop dan dat de jeugd ook dat meeneemt. Dat we in deze tijd waar social media zo druk en voor zoveel drukte zorgt, dat we de tijd nemen om hier te kalmeren. En met kalmte komt ook focus. Dus ik wens het ieder gezegende Eid Mubarak.